Hallo, dag reviewvrienden. Ja, ik moet me scheren. Ik zie het ook wel. Ja, ik zie het nu. Het ziet er niet uit. Ik had wel een volle baard willen hebben, maar ik heb alleen nog volle snor en niet rood. Maar wat, daar gaat het even niet over. Hoe is het met jullie? Goed, mooi. Lekker bijna weekend. Wat zit er toch onder het doosje? Wat heeft dat zijn 8 meter opgestuurd? Laten we gaan kijken. Zoutjes van Bolletje. Bolletje is natuurlijk beroemd geworden van het beschuit. Bolletje beschuit. Alleen voor Bolletje beschuit haal ik hem eruit. Zoiets. Nou ja. En Bolletje heeft ook pepernoten. Die heb ik laatst gereviewd. Ik was er niet helemaal blij mee dat Zwarte Piet en Sinterklaas van het pakje zijn afgehaald. Maar laten we daar maar niet weer over beginnen. En dit zijn Bolletje van die zouten sticks. Maar dan met smaakjes. Pepsels. Pretzels, dat zijn toch zoute sticks? En je pretzels. En dat zijn zoute sticks in de vorm van een krakelingetje. Ik snap het even niet meer. Maar zoals dat gaat met succesvolle dingen als het zoute stikje, ja, worden ze al snel met andere smaken gemaakt. Hè? Want dat vinden ze dan leuk bij zo'n bij zo'n producent. Ze moeten ook misschien een keer een andere smaak hebben dan alleen zout op het stikje. Bijvoorbeeld pinda. Of kaas, die snap ik wel. En wat hebben we hier? Rode curry met kokos. Mannen snokken. Het leuke van de normale zoutstick is dat ze geen moer kosten en prettig zijn. Bij een frisje of een biertje. Die dingetjes die staan dan in een glaasje, die pak je eruit, doe je knammer, en zijn ze naar binnen. En wat eet je dan? Ja, volgens mij is dat gewoon heel simpel, een heel simpel deegje. Dan in een goedje gedoopt. Dan wat zout eromheen. Laten drogen. En in een zakje gesodemieterd. Het stelt heel weinig voor, maar het geeft heel veel voldoening. Het zoute stikje is gewoon een vriend voor het leven. Maar, lieve reviewvrienden, ik ga jullie wat laten doen. Ik ga jullie een test laten doen. Je moet eens zo'n zakje zoute sticks kopen. Nou, je moet niks, hè. Nee, voor mij moet je niks. Nou, poepen moet je wel. Maar voor de rest moet je helemaal niks in het leven. Gewoon doen wat je zelf wil. Maar ik raad je aan om een keer zo'n zakje zoute sticks te kopen. En dan pak je hem. Ja? En dan doe je hem in je mond. En dan doe je niet... Nee, je doet... dit is een rare beweging. En voor sommige mensen een vrij bekende beweging. Maar je doet dus in je mond. Ga je eraan sabbelen, aan zuigen. Dan haal je hem uit je mond. En dan doe je hem onder je neus. Dan moet je ze ruiken. Dus zeg maar, die lijn, waar dus ook die zoutkorrels op zit. Die dus om het stikje heen zit. Die maak je daarmee met los. En die ruik je dan. Dat wordt echt iets nieuws in je leven. Dat blijf je ook doen. En het erge is, telkens als je het doet, denk je, waarom doe ik dit? Want ik verpest eigenlijk mijn voorliefde voor zoute sticks. Want daar komt toch gelijk lucht vanaf, jongen. Niet normaal! Leuke anekdote, Jan. Maar daar gaat het even niet over. Hoe proeven deze jongens? Let's find out. Wat Engels is voor... Laten we dat uit gaan zoeken. Ik begin bij de kaas. Dan ga ik over naar de pinda en dan naar de red curry. Want ik begin normaal en eindig een beetje raar. Eerst even kijken. Wat hebben we hier? Een zout... Oh, wacht even. Dit zoute stikkie is een stukje dikker dan het zoute stikkie. Nog steeds geen reden om een pepsel te noemen, maar toch. Oh. En waarom is die dikker? Er zit vulling in een stokje. Er zit dus kaasvulling in de kaaspepsel. En ik dacht dat er gewoon wat kaas omheen zat in plaats van een blokje zout. Wat overigens volgens mij nog steeds ook blokjes zout zit. Maar hij is gevuld met kaas. De kaas, voormalige zouten stick, is dus niet zout. Omdat er gewoon een beetje kaas in zit. Dus ik mis de zout. maar worden dan gecompenseerd met de kaas. Nee, want de kaas aan de buitenkant proef ik nauwelijks. En de kaas aan de binnenkant is dus weer die vieze nepkaasprut. Dat kaas wat nooit kaas geweest is. Dat is ook een beetje bitter, een beetje oorsmeerkaas. En het is geen fijn stukje om te eten. God. Want het is zo droog als tante Truus de Hol. Ik stik er bijna in. En het erge is, dus dat stokje, waar je dus het zoute stikje normaal doe je. En hier bijt je zo pop door dat randje koek heen. En zit je in die vieze kaasprut. Nee, hier ben ik niet blij mee. Pinda. Als er een god is, waar ik persoonlijk niet in geloof, maar stel dat hij er is, dan zorgt hij ervoor dat in deze dikke zoutstik, waar nu dus wel zout omheen zit, zien jullie? Dus dat bij die kaas niet. Zorg ervoor dat hier niet een pindakaas in zit. Want dan word ik verdrietig. Pindakaas. Bolletje pist ook met de pindakaaszoutenstik daarnaast. Want, wat is hier het geval? Bij deze stikkies, ja, die veel te dik zijn om leuk te vinden, zit dus pindakaas in het holle koekie. Maar toen dachten ze, ja, we kunnen er moeilijk brokjes pinda aan plakken. Wat ik denk dat je dat wel had moeten doen. Dus wat doen we? We doen gewoon net als bij de originele zoutstick, brokken zout eraan. Maar deze is natuurlijk zo groot en dik, is dat dit bremzout is geworden. Waarbij het kleine, dunne stikje het lekker is. Het is hier schoftig zout geworden. En dan krijg je ook nog een keer een toefje pindakaas mee in het midden. Getverdemme. Kan de rode curry dit redden? Ik denk het niet, want er zit kokos in en dan word ik altijd verdrietig van. Tenminste, ik hou best van kokos, maar van verse kokos niet die meuk die overop zit. Het is niet te geloven, maar dit stokje is ook gewoon met zout omgeven. Dus dan kunnen we er wel van uitgaan dat die ook veel te zout is geworden. En de vraag is nu, de rode curry en kokos die erin zit, is dat een beetje te hachelen? Nou, de kokos, daar hoef je eigenlijk helemaal geen moe van, dus dat is het probleem niet. Klein beetje, klein zweempje, dus dat is goed. Niet te heftig dus. En de rode curry maakt het een beetje pittig, waardoor het eigenlijk het stokje wel weer interessant wordt, want er is dus meer dan heel erg zout. Het is ook pittig. En een beetje kokos. Degene dus waarvan ik dacht dat hij het minst lekker zou zijn, is het lekkerst. Maar is hij heerlijk? Nee. Het is verschrikkelijk zout. We kunnen erover eens zijn dat Bolletje hier een miskleun heeft gemaakt. Alle drie worden gewoon niet als voldoende gezien. Het concept van de kaasstick is verkracht. Ja, ik gebruik harde bewoordingen vandaag, want ik vind dit heel heftig. Overigens begint nu de rode curry in mijn keeltje te branden. Zit ik ook niet echt op te wachten, want niet nodig. Is het lekker? Nee. Is het nodig? Nee. Is het een aardig product? Nee. 3 keer nee is, zacht gezegd, ruk. Enfin, dan gaan we cijfertjes geven. Nou, we beginnen dan met de pinda pretzel. Of pepsel. Heel erg zout. Veel te zout. Niet te geloven zout. Oh shit, ik moet zeggen, tijd voor de cijfertjes. Tijd voor de cijfertjes! De pepsel is dus veel te zout. Niet te geloven zout. Ongelooflijk smerig zout. De pindakaas, die helpt niet. De smaak zit er ook niet aan. Ik vind sowieso zo'n hol staafje met een prutje erin een beetje smerig. Dit is niks. Dit is bende. Dit is een zootje. Die krijgt van mij een 2. De kaas. Hoe kan je iets met kaas verkloten? Nou, vraag het Bolletje. Het lukt ze. Het is een soort holle poot. Zonder zout dus op het randje. Wat ik wel had gedaan. Want zout activeert in ieder geval wel de kaassmaak. Van die derrie die in die hollypijp zit. Is ook helemaal ruk in de flukkie. Niet te eten. Deze te zout. Deze smakeloos. En ik stik bijna in de curry. want die is heel erg pittig en het stof van die droge pijpjes giert door mijn longen. Deze krijgt er 3. De rode curry is dan wel het lekkerste, omdat die pittig is. Ja, dan gebeurt er tenminste nog wat, naast dat je bek samentrekt van het zout. En die krijgt dan van mij een 5, want die is dan nog wel te doen, maar eigenlijk ook gewoon heel verdrietig. Ja, bolletje, het is jullie probleem, niet de mijne. Jullie maken deze bende, dus niet nu weer brieven sturen van Jantje, Jantje, kan je een beetje lief voor ons zijn? Het antwoord is nee, ga eerst maar eens even lekkere dingen maken. Ja? Mooi. Nou, dag!